Een goede conditie en een zeer goed gereguleerde ademhaling op 5 en 10 kilometer is hier van het hoogste belang. En het is nog maar de vraag of Schenk zich dat in de korte tijd dat hij hier is, namelijk een dag of 10, al eigen heeft kunnen maken. Tuik Voornes start in de binnenbaan en dat is een nadeel voor Art Schenk. Daar is Art. Het is niet de verdediger van de Europese titel, dat weet u ongetwijfeld. Want dat is juist Voornes die dat vorig jaar in Heerenveen deed. Ze zijn goed weg. Voornes iets sneller dan Schenk. Maar dat is vaker ook gezichtsbedrog, omdat het bewegingstempo van Voornes enorm veel hoger ligt natuurlijk. Schenk heeft voorsprong. Hij opent met 10.40 en dat is tot nog toe de snelste opening. In de buitenbocht zou hij dan niet te veel moeten verliezen op Voornes. Dat doet hij ook niet. En het ziet er naar uit dat als hij de volgende binnenbocht goed loopt, dat hij dan in ieder geval zijn concurrent gaat kloppen. Daar al, bij het ingaan van de bocht, is Schenk naast Voornes gekomen. En de laatste bedders van deze binnenbocht die moeten de beslissing geven. Hij komt er erg wijd uit, maar de voorsprong is in ieder geval neergezet. Voornes moet krabbelen om naar Schenk toe te komen. En de tijd is 39-89 tegen 40-18. De 3 kilometer. Die gaat in 4.20.76. 4.20.7 kun je gerust zeggen, want te langere afstanden wordt in tienden en niet meer in honderdste gerekend. 4.20.7, dat is toch alweer 4 seconden boven een schema van 7.12. daar ziet het een beetje naar uit. Maar op den duur kan dat, vooral als de tol aan de omstandigheden moet worden betaald, in de buurt van de 7.20 dat ik terecht kwam. Schenk rijdt wel driftig. Hij heeft er wel zin in. En dat is ook noodzakelijk, want hij moet hier een tijd neerzetten waar de anderen zich op kunnen richten. En dan doe je maar liever zo hard je best dat iedereen zich op die tijd zou kunnen gaan stukbijten dadelijk. De 3800 meter komt in zicht en de voorsprong op Koskine is inmiddels 11 seconden geworden. De tijd 5:31.74. En dat is al 14 seconden sneller dan Koskine. Ja, die 7.20, dat zit er nog in. De 7.25 zijn makkelijk te halen. Maar in ieder geval, Schenk rijdt uiteraard onder het schema dat hem is meegegeven door Leen Vormer. Die 7.30 die zijn zonder meer haalbaar. Maar dat kennen we wel zo langzamerhand. Vormer laat zijn pupillen erg graag vertrekken op een zo ruim mogelijk schema. Waarvan die van tevoren al weten dat we eronder kunnen komen. 6.7.42 op de 4200 meter. En dat is al 16 seconden sneller dan Kimmo Koskinen. En nu kunnen we wel eens gaan rekenen met die eindtijd. En dat verschil tussen Schenker en Koskinen. 37 min 16, 27, 721, 725 wellicht. Dat ligt maar gewoon aan hoe Schenk die laatste ronde door gaat komen. De bel voor de laatste ronde gaat voor hem nu. Hij heeft Hampton geen ronde kunnen inlopen, maar hij zit hem nu toch wel zeer dicht in de rug. En dat is misschien voor die laatste ronde, voor dat laatste sprintje nog even een stimulans. 6.43.02 was de laatste passagetijd. En nou rent Schenk op het ogenblik naar die Hampton toe niet alleen, maar ook naar een tijd die in de buurt van de 7.20 zal liggen. En dat is op zich al een erg grote verdienste, lijkt me, in dit toernooi waarin de omstandigheden niet ideaal zijn. Althans niet zo ideaal als ze in Davos zouden moeten zijn. Daar gaan we op de streep af. En die laatste ronde is dan wel zo snel gegaan dat de tijd alleszins meevalt. Nog onder de 7.20 is gekomen. 7.17.94 is op zich. Schenk reed hier in Davos al 2 minuut 4, Grunvold 2 minuut 2.
Schenk zal zijn betere momenten dan bewaard hebben waarschijnlijk voor deze 1500 meter die, als hij hem wint, meteen hem de Europese titel oplevert, want dan heeft hij 3 afstanden gewonnen en dat is genoeg. Binnenbaan Art Schenk, buitenbaan Grunvold. Windstil weer, iets kouder dacht ik dan gisteren. IJs ligt er voortreffelijk bij. Die zeer sterke voorwaartse swing die er daar bij Art Schenk in zit. 300 meter in 26-14 tegen 26-35. 26-14, 26-35. Niet een van de snelste tijden. 300 meter voor Art Schenk, 26-14. Grunvold geeft opnieuw bijzonder fraai partij. 700 meter 56-79. En er zijn er sneller geweest, al zijn de verschillen uiterst klein. 56-79, 57-08. Het was dus een rondje van even meer dan 30 seconden. Het schenkt 2 binnenbochten. En de bel bij de 1100 meter passage. Art Schenk 1.28.12. En dit is nu wel de snelste. 1.28.99 voor de bijzonder goed tegenstand biedende Grunvold. En het was dus een ronde van ruim 31 seconden. En nu gaat Art Schenk op de 1500 meter ritzegen af. En komt hij het snelste binnen. 2 minuut 0057 toptijd. 2 minuut 0057 toptijd. 2 minuut 1.45 voor de zeer sterk rijdende Noorse kampioen Roer Grunvold. En zoals de zaken tot nu voor staan, met in de hoge lucht van Davos, maar Bols die heeft daar voorlopig nog geen last van, zo lijkt het. In de buitenbocht nu, de buitenbaan, naar 8800 meter. En dat wordt bereikt in 13.20.9. Rondje 36, 36,5 ongeveer. En dat zegt toch wel erg veel omtrent de krachten van Jan Bols, die gisteren op de 5 kilometer al zeer redelijk presteerde. Alleen in de finale, in de laatste ronden, nog wat tekort kwam. Maar die nu een veel regelmatiger koers rijdt en die nu afstevend op de ritzegen. Want Genk zal het gat dat Bols nu geslagen heeft, daar komt hij uit de binnenbocht, niet meer kunnen dichten. 9200 meter komt in zicht. En we gaan noteren 13.57.5. Een rondje van 36 toch alweer. Het is toch erg knap als je zo kan finishen. Als je in ieder geval beneden de 37 kunt blijven. Bij een 10 kilometer weliswaar op erg goed ijs. Maar onder minder goede weersomstandigheden. Art Schenk eenzaam nu. Proberend om nog iets terug te nemen. Om toch in ieder geval een behoorlijke seizoentijd neer te zetten. Maar Bols toch wel duidelijk met de bel nu in de oren. Op weg naar de zegen. De laatste ronde gaat in en 14.34.13 is de doorgangstijd voor Bols. Een rondje van 36,5. Daar zal er nog een van 35,5 overheen kunnen komen. Daar gaat de zegevierende Jan Bols de laatste binnenbocht in. Erg veel toejuichingen. Geen 4 afstanden zegen voor Art Schenk, maar een zeer knappe 10 kilometer van Jan Bols. Onder het heja heja. Over de streep in een schitterende tijd. 15.10.44. Een prachtige 10 kilometer van Jan Bols. Een goede 10 kilometer van Art Schenk. 15.16.55. Nog even de tijden. 15.10.44 voor Jan Bols. En 15.16.55 voor Art Schenk.